Arbeiders van het pompgemaal van Wageningen in Ikeri werken onder mensonterende omstandigheden en hebben aan de bel getrokken bij onze nieuwsdienst die zich ter plekke oriënteerde. De arbeiders vallen onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn verantwoordelijk voor het draaien van de twee pompgemalen. Daarnaast moeten ze ook erop toezien dat de veiligheid in de buurt is gegarandeerd. De ruim 16 arbeiders werken zonder veiligheidsattributen in een gebouw dat overdekt is met asbest. De twee pompen van elk 3500 voltage worden met een stok aangemaakt. Uit angst blijven de arbeiders de hele dag onder een tent die ze zelf buiten het gebouw hebben opgezet. Ze beschikken niet over sanitaire voorzieningen en zijn nog niet uitbetaald voor hun overuren. Onze nieuwsredactie nam hierover contact op met LVV-minister Pralaat Suudeen en hij gaf ons mee dat hij zich zondag ter plekke zal oriënteren.